De Suriname Alcoholic Beverages NV heeft gisteren op haar 50ste jaardag de Borgo Reserve Collection gepresenteerd aan de samenleving. Ook is de bekende en populaire Borgo 82 in een nieuw jasje gestoken. Borgo 82 heet voortaan Borgo Gold. Met deze nieuwe rums wil het bedrijf hoge ogen gooien naar Europa, Noord-Amerika en het Caribisch gebied. De lancering van de Reserve Collection vond plaats tijdens de 50th Celebration Party van het bedrijf met stakeholders, medewerkers, klanten, relaties en genodigden. In de komende periode zal de focus van het bedrijf erop gericht zijn haar exporten te vergroten. Daarnaast wil zij nog efficiënter gaan produceren in deze economisch uitdagende tijd. Guillermo Terschol, brandmanager van Borgo, geeft aan dat de Borgo rum in twee categorieën is opgedeeld. Eén voor de jongere en één voor de oudere rums. We hebben de jongere rums bij elkaar gegroepeerd en die noemen we de Borgo Gold Line. En de oudere rums bij elkaar gegroepeerd en die noemen we de Borgo Reserve Collection. Wat we gaan doen is, we gaan op een hele andere manier met consumenten praten. Waarom doen we dat? Omdat we de Borgo brand willen laten groeien. We zijn er allemaal mee eens dat we Borgo lekker vinden en we zijn er zo trots op Borgo. Maar we kunnen het niet voor onszelf houden, we moeten het ook naar buiten brengen. Dus wat hebben we gedaan in de afgelopen anderhalf jaar, we zijn gaan benchmarken met wat doet de industrie. We hebben dus aan onze brand image gewerkt, we hebben aan ons logo gewerkt. We hebben een icoon toegevoegd aan het logo dat het verhaal vertelt van Borgo op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, een van onze kernwaarden vertelt. En dat is wat Borgo gelooft en dat is progressie. Daarom is het een icoon voor Borgo is een tandwiel geworden. En het derde verhaal dat het vertelt is het verhaal van waar Borgo eigenlijk afkomstig is. En dat is Suriname. En daarin hebben we dus twee bevolkingsgroepen geëerd in het icoon. En dat zijn de Marons en de Inheemse. Door hun woodcarving, dus hun houtsnijwerk dat ze gebruiken, mee te nemen in het icoon voor Borgo. Dat is de vernieuwing die er plaatsvindt. Eigenlijk zijn het allemaal de oude vertrouwde brands, dezelfde smaak die we kennen van Borgo. Dat gaat niet veranderen. Het enige wat gaat veranderen is de image, de identiteit, op de manier hoe we gaan communiceren, onze reclame. Het gaat eigenlijk een beetje internationaler worden. Guillermo Terschol, brandmanager van Borgo Suriname Alcoholic Beverages NV. Hij heeft gisteren op de 50ste jaardag van het bedrijf de Borgo Reserve Collection gepresenteerd. Ook de bekende en populaire Borgo 82 is in een nieuw jasje gestoken en heet voortaan Borgo Gold. De lancering vond plaats op het terrein van de SHB aan de Cornelis Jongbouwstraat.